De stekende pijn in mijn schouder is niet te doen. Het trekt door naar mijn nek. Bij elk beweging verkramp ik. Zweet prikt in mijn oksels. Stomme kooltrui. Hoe doe ik dat straks in Snik in Barcelona? 4 dagen lang. Ik had me ziek moeten melden. Het programma zit vol met dingen waar ik niet aan mee kan doen. Mijn smoesen zijn op. Van de trap gevallen. Met mijn fiets tegen een hek gebotst. Een bal in mijn gezicht gekregen. Ik verzin van alles en doe alsof ik de grootste kluns op aarde ben. Toch kijkt Brands, mijn mentor, me steeds vaker vreemd aan. Gelukkig vraagt hij niet door, nog niet. Waar blijft hij eigenlijk? Over ongeveer 20 minuten stappen we in het vliegtuig. We zijn al door de security check geweest en hangen in de wachtruimte bij de gate. De stewardessen staan bij de balie klaar om ons te laten instappen. Maud zit in een hoekje voor zich uit te staren. Voelt ze zich nog steeds belabberd? Ze had ook wel veel gedronken. Cien zit naast me. Net zoals de andere is ze druk bezig op haar telefoon. Weet jij waarom Brands er nog niet is, vraag ik. Verstoord kijkt ze op. Wat? Brands, zeg ik. Waar is hij? Ik zie alleen babyface. Ik knik in de richting van Jensen, die ook als begeleider meegaat naar Barcelona. Hij staat bij Julia. Er is iets aan de hand, want ze knikt boos naar Alec en Stefan. Hebben ze weer een domme opmerking gemaakt? Of een flauw getagd op Instagram? Ik lach in mezelf. Julia en de andere meiden moeten niet altijd meteen zo happen. Doe ik al een tijdje niet meer en dat scheelt een hoop frustratie. Oh, hij! Zie Jens' ogen glimmen. Gaat hij ook mee? Nice! Ze buigt zich naar me toe. Nu kiezen. Fuck, marry or kill. Kill, antwoord ik meteen. Echt? Ik zou hem doen.